Deze nieuwsuitzending is echt actueel. Zo weer de zoveelste die echt actueel is, zeg. <laughs> en uh, dat is een aanleiding van een artikel op uh, prisonplanet.com. Dat was die andere ook, by the way. En deze is van 9 mei. En het is vandaag 9 mei. Donderdag 9 mei 2019. De Engelse titel van het artikel luidt. Video captures moment of this. Tussen aanhalingstekens. Feminist attacked peaceful pro-life demonstrators. Video-opname van het moment dat een feministe. vredelievende. pro-life. <laughs> ik weet niet hoe je dat moet vertalen. Maar, voor een levensrespecterende demonstranten aanvalt zijn feministe... die gaat er even hard tegenin. ik heb het filmpje bekeken en ik zal die audio niet uh, nee ik zal het niet ik kan het laten horen als je nu naar prison planet gaat ik weet niet meer het luisteren maar ik zal het nog wel eventjes blijven staan ...gaan het linkje natuurlijk eronder zetten. Maar dat doe ik eigenlijk... ...nee, ik doe het niet. Je gelooft me maar op mijn woord. Het is niet leuk om dat te zien. Die vrouw is... ...helemaal van het padje af. Die feministe. Wat is er nou aan de hand... ...op de universiteit... ...van North Carolina? En die staat... ...die ligt in... Of die, ...die universiteit... ...die is in... ...Chapel Hill... En daar was een demonstratie van een pro-life groep. Dat zijn mensen die zijn voor het leven, dus levensrespecterend. En die zijn ja, heel kritisch op, uh, ja, op abortus. En daar is een hele goede reden voor. Ik heb het er eerder over gehad, maar laat ik het nog maar een keer zeggen. Arthur Schopenhauer heeft gezegd dat. <laughs> Jurk Liesman heeft het ook niet zo breed momenteel. <laughs> Ach, erm moeten we toch met z'n tweeën oude vrouwtjes gaan beroven... bij pinautomaten. <laughs> uh, Arthur Schopenhauer. Om er maar even een seculier iemand bij te betrekken. Arthur Schopenhauer is een... was een schrijver. Hij is inmiddels al lang dood. <laughs> en die heeft zijn hoogte... Wat, mij, wat ik zijn hoogtepunt vind... is het boek... Uh, die grondlaken... Die grondlaken der moraal. Ja. Die der und das. Ik haal het altijd om elkaar. Die grondlaken der moraal. Niet zo dik. Niet zo uitgebreid als uh, uh, die welt als wil Vorstellung. 1840 is dat uh, werk. Anyway, in zijn werk, die welt als wil Vorstellung... daarin maakt hij duidelijk. Dat dat wat Kant DAS noemt, ding aan zichzelf. Wat de werkelijkheid is, en dat wat wij de objectieve werkelijkheid noemen, dat is slechts een voorstelling. Dat, zegt, dat is het woord van Schopenhauer. Kant gebruikt het woord verschijning of En als je van plan bent om deze beide heren in twijfel te trekken... Ja, weet dan dat het geen enkel iemand gelukt is tot nu toe. En Kant met zijn werk De Kritiek der, der reinen Vernunft, dat is 1781, ja... Dus hoeveel jaar is dat geleden? Zullen we even rekenen? Twintig dus, uh, jaar erbij, zit je op 1800. 200 jaar erbij, zit je op uh, 2000. En daar nog twintig jaar bij. Dus 240 jaar geleden is dat boek verschenen met kritiek der Rein en Vernunft. Dat is niet weerlegd. Door niemand niet. De onderbouwing die Kant daarbij heeft, is dermate doorvrocht. Het, ja. Het is net zoiets dat je een olifant gaat proberen om te leggen door hem met watjes te bekogelen. Het heeft niet zoveel zin. Want je denkt wel, ja, ik gooi een watje. In. Ik doe dat watje eerst even in mijn mond. En dan wordt het een beetje. Ja, een beetje spuug erbij. En dan. Stoute olifant. Maar dat kan je heel lang blijven doen. Ook al gooi je duizend watjes naar een olifant. De olifant die kijkt je aan. En denkt: ben jij ermee nou bezig? Homo. Waarbij die olifant dan denkt aan homo in de slechte zin van het woord. Hè? Van zak hmm. ja, Het is goed voor ons te beseffen dat behalve de Bijbel, er, en dat noem je dan seculier, dus buiten de Bijbel om, ook het een en ander geschreven is. Bijvoorbeeld door Kant, Immanuel Kant, en Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. En Arthur Schopenhauer die neemt dat uh, stokje van Kant over, en noemt dan het DAS het ding op zichzelf, het ding aan zichzelf. Op het Duits is dat een taalgap Das. En dat noemt hij de wil. En wij zijn alle producten van één en dezelfde ondeelbare wil. Heel treffend is het boek Die Grondlagen, of Uber die Grondlagen. Der moral. Het is in het Nederlands vertaald met als titel Dat ben jij. Dat is een, daarmee refereert de vertaler, dat is Hans Driessen, als ik het wel heb. Hij refereert hij aan het Sanskriet uit de Veda's. Dat Abat Asi. Dat ben jij. Yeah. Nederlands en Sanskriet. dat ligt dicht bij elkaar. Wij spreken hier. In, uh, uh, Nederlands is een onderdeel van het indo europeaans Een Indo slaat niet op die Indo's uit Indonesië. maar op India. Met Sanskriet en Pali. In de Veda's hadden ze het daar ook over. is dus alles om je heen. Dat is een product van dezelfde, en zij noemen dat denk ik Brahma of zo. De universele adem of zoiets. Ja. Nou, dat wat Schopenhauer de wil noemt, en wat de Bijbel God noemt. En jij dient respect te hebben voor alles wat er geschapen is. Zoals jij wil dat er respect moet zijn voor jou. Doe tegen anderen. Ik zal hem er even bijpakken. Doe tegen anderen zoals jij wil. Doe unto others. Bible verse. Ja, even kijken hoe je staat. The Golden Rule is dat. Kijk hoor, dat is Marcus. Het is de evangelie van Marcus. Hoe oh, leuk, we gaan weer Bijbel lezen. Het allerleukste dat er is. Oh, we gaan weer Bijbel lezen. Dat is gezellig en toch ook knus. Ja, ik kan nog steeds zingen. En rijmen tegelijkertijd. Marcus 12, 31. Ja, dit gaat dan. Uh, is ook wel rijmen, maar, maar die bedoel ik niet. Hier staat in vers 31. And the second like this. Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. Maar dat bedoel ik niet helemaal dit. Kijk hoor, Lucas 10. Pak er even bij. Er is een andere. Die vind ik eens dus mooier. Ja, ah, alles even mooi, maar. Lukas 10. Rookie. Vers 27. Zie je het daar nou ook staan? Ja, daar staat u dus ook. Hey, ha, ha, ha. Bible verse. Yeah. Matthew 7. Lukas 6, 31. Wacht even. Zie ha. We komen er van Ja. En as ye would that man should do to you, do je also to them likewise. Lukas, wat waren we? 6, 31. Niet gaan zeuren, nou, hè. van. Ja, nee, we bijbellezen, Bijbel lezen. Ik had het net al over Schopenhauer. Nou, die kan ik ook nog bij Maar dat heb ik al gedaan. Lucas. Want het is één pot nat, hè. De moraliteit. Er is maar één moraliteit. namelijk. En dat is, die heet ook wel de moraliteit. Ah. Ja, in het Nederlands staat hier, en gelijk gij wilt dat u de mensen doen, zullen, even overnieuw, en gelijk gij wilt dat u de mensen doen, zullen, doet gij hun ook desgelijks. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen. Dat is mooi Nederlands hoor. Doet gij hun ook desgelijks? Dat er al, ja. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief... ...degene die hen lief hebben. Ja, als jij houdt van iemand die aarde doet tegen je... ...ja, de eerste beste eikel doet het ook. Dat zegt geen wonderen. En dan komt 35. Hè? Maar hebt uw vijanden lief... ...en doet goed. En leent... ...zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn... En gij zult kinderen des allerhoogsten zijn, want Hij is goedertieren tieren over de ondankbaren en boze. Moraliteit is alles wat er is. En wat die feministen deed, die liep die op die demonstranten af, en die waren vreedzaam aan het uh, kletsenbessen over ja, abortus en dat je dat niet moet doen, hè? want uh, tat abat asi, of tat abat asi, dat ben jij. Dat het wezentje, dat kleine wezentje in jouw buik, jij als vrouw dan, hè? Een kleine wezentje in jouw buik, dat ben jij. En dan kan je zeggen dat jij dat niet zo ziet. Maar daar heb je geen grond voor. Ja? Ik ken iemand en die... Die bestelde nogal wat drankjes bij Café de Wacht. En dat deed hij dan op rekening. Iets wat ik nooit deed. Ik heb dat wel eens gedaan. Dat was bij Ali. Dat, uh, mijn geld was op. En toen zei ik: Ali, ga naar huis. Toen dus, zei Ali: wil je niet nog in je neef? Ik zei: Nee, maar mijn geld is op. Ah, zei Ali. En dan schrijf ik het toch even voor je op. Toen dacht ik: oké. Okay. Maar goed, dan moet je de volgende dag weer terug om je rekening te betalen. <laughs> en wat doet meneertje Perritje Winkeltje dan, ja? ja, dan reken ik af en dan zeg ik gelijk de Ali van... Oh, doe maar in je neven met ijs. Ja, ik ben toch het hele pokken aan het komen lopen. Dus, uh, dan mag er wel een kleine beloning af voor uh, kleine Perry. En dat gecombineerd met dat ik ook afgerekend heb en dat ik dacht eh, vijf je neven opgeschreven. Nou, ik wil geen ruzie met Ali, maar ik denk dat ik kan me niet voorstellen dat ik er nog vijf besteld heb. Ja, maar... Dus ik doe dat niet, hè? Maar behalve dus bij Ali en met gemengd succes. Wil ja. ik ken mijn eigen. Hoor. Bij café de Wacht mag je tegenwoordig pinnen. En dat, dat, Oh. Maar ja, ik ben toch gestopt met. Uh, de boes. Dus het maakt mij namelijk niet meer uit, maar. Dat is ook zoiets. Heb je gewoon een, ja, dan ga je moeiteloos uh, van A naar B, van naar C naar D. En als je thuis komt, dan heb je een partij drank besteld. Anyway, die kerel. Die, Zat er op, uh, op rekening uh, te denken. Ja, en daar werden ze uiteindelijk een beetje zagrijner van bij Kfee de Wacht. En ze begonnen te mopperen over die rekening. Van wanneer ga ik die nou aflossen? Ah, zei die, de, de, de volgende week of zo. De, de, uh, kan ik dan een biertje krijgen? Nou, zei ze de jij niet meer op die rekening. die stond al hartstikke hoog, man. Ja, zei die man, maar dan reken ik deze contant af. Nou, oké, ze zijn bij café de Wacht, is goed. Ze dus kreeg dus een biertje, contant afgerekend. Toen nog een biertje, contant afgerekend. En hij dus weer de deur uit, bij café de Wacht. En dan, ja, volgende week kom ik de hele meuk betalen. Maar dat deed hij dan maar niet. Nou, en toen zeiden ze bij de de Wacht, nou, nu gaan we echt niet meer tappen voor jou hoor. Ook al heb je contant bij je voor dat ene biertje, eerst die rekening betalen. Dan is hij boos geworden. En dan heeft hij ook tegen mij gezegd: van, Nou, ze zou met me omgaan. Nou, dan kom ik dan niet meer. Stel ik je akels. Huh? Zo ziet hij dat. Maar is dat terecht? Kijk, zo'n geintje: is dat, wat hij doet, is hij leent bij Café de Wacht. Maar Café de Wacht is geen bank. En natuurlijk mag je opschrijven. In de regel schrijf je op en dan betaal je aan het einde van de avond. En ja, vaste klanten, lalalala, en ja, die betalen aan het eind van de maand. Als ze dan een salaris binnen hebben of zo. Of een uitkering. Maar daar zit een vast ritme in. Maar hij betaalde helemaal niet. En dan de mensen van Café de Wacht maar zeuren. En die waren dat gezeur van hun eigen gezeur aan die man beu. En, en ik hoorde dus van Café de Wacht het verhaal van ja, die vent die komt hier gewoon niet meer in. Het is jammer, we hebben het verlies genomen. We hebben zijn rekening doormidden gescheurd. Want ja, dat, dat geld komt toch niet meer binnen. En uh, ja, jammer maar helaas. Maar hij is persona non grata. En hij heeft zoiets, nee, nou, ik, ik, ik kom daar niet meer. Uit vrije keuze, want er zijn een stelletje eikels daar. Kijk, hij kan dat op zijn eigen manier zien en hij heeft geen gelijk. Café de Wacht heeft gelijk. Want die hebben hem al die tijd die drankjes ingeschonken. En al die rondjes die hij gaf aan zijn o oh zo fijne vrienden, die hebben dat geld voorgeschoten. Die hebben recht op terugbetaling. Punt. En hij doet dat dan niet? Hij betaalt niet? Ja, dat weten we ook. Dus over moraal kan je niet je eigen mening hebben. Iemand kan zeggen: Ik vind haring met uitjes lekker. En een ander kan zeggen: Haring met uitjes gaat verdammen. Nee, haring met een stukje verse tomaten bij. Dat vind ik lekker. Ja. Iemand kan zeggen: Ik vind uh, haring met uitjes nog aan het staartje. vind ik lekker bij het ontbijt. En een ander kan zeggen, nou, ik vind haring aan het staartje alleen maar lekker uh, op als Woensdag. Als we drie dagen lang carnaval uh, bier getonken hebben. En uh, oh, dan heb ik zo'n kater en, en dan een uh, haring erin. En dan weer een hele jaren niet hoor. Want, uh, kijk, daar kan je over twisten. Of over muziek. Ik vind persoonlijk Mozart helemaal niks. Het enige wat ik een beetje te pruimen vind is Eindekleine kleine nachtmuziek. Maar dat komt omdat ik daar jeugdherinneringen aan heb. Als ik dat niet had en ik zou het nu horen voor het eerst. Dan zou denk ik denken, gadverdamme wat een kattengejank. Ja, doe mij maar Beethoven of Bach of Debussy of uh, Schubert vind ik ook mooi. Satie vind ik geweldig. Maar Mozart gaat er weer mee. Nou, en andere mensen zijn wel weer helemaal fan van Mozart. Kijk, daar, daar kan je allemaal verschil van mening over hebben. Maar niet over moraal. Absoluut niet. In de zin van absoluut niet. Niet als uh, volkstaal gebruik van... Ik hou absoluut niet van rauwe haring met uitjes. Nee, absoluut gesproken kan je geen verschil hebben over moraal. Want zoals Schopenhauer dat zo mooi heeft verwoord. Met, met zijn Tat Abad Asi. Dat ben jij. Als jij kijkt naar een ander. Als jij je bewust bent van de aanwezigheid van een ander. Ja, dat ben jij. En dan terug naar die feministen. Die dan mensen. die stilstaan bij het feit. dat een ongeboren kind. nog steeds een kind is, een wezen is. Het is misschien maar zo groot als een hand van de moeder. Maar op het moment dat een eicel bevrucht wordt door een spermatozoïde... dan ligt de bouw van dat kind al vast. De kleur van de ogen ligt al vast. De kleur van het haar. Of het een groot kind wordt of een klein kind... Ja, dat, dat ligt allemaal al vast. Hoe denk je anders dat het kan... dat je zoiets hebt als een een-eiige tweeling... en die zien er sprekend... krik hetzelfde uit. Ja. ja, dat komt omdat het... bij het moment van de... Ja, dat is de conceptie... zo moet je dat noemen. Dat die unieke eicel... met die unieke spermatozoïde. Pats... Dan heb je een uniek mens. Dat is een mens. Dus in die zin is zelfs het slikken van de anticonceptiepil, wat trouwens naar mijn woord, ja, naar mijn woord een fout woord is, naar mijn begrip een fout woord is, want de conceptie heeft al plaatsgevonden. Alleen. Die baarmoederwand die werkt niet mee. Zo'n zo bevruchte eicel ja, die glibbert omlaag en die belandt in de plee. Maar had je de pil niet geslikt, dan was die eicel blijven plakken aan die baarmoederwand en daar een placenta veroorzaakt. Dan had het kind een kans van leven gehad. En het is ongeboren, dat wel. Maar het is een, een schepping van de wil. En het is niet aan ons om te beslissen dat, ja, wie er wel of niet mag leven. Dat is immoreel als je dat wel zo ziet. Zoals deze feministen, die dan ook nog een keer om. Als het ware om te bewijzen dat zij een immoreel persoon is, mensen die uh, ja, vreedzaam een gesprek houden met anderen, uh, dat ze die, uh, ja, echt dat ze geweld gaat plegen, Z zij sloeg iemand in het gezicht en. Een stompen in de buik en schoppen in het kruis en krijzen. En het woord neuken zeggen. Jij neuken dit, jij neuken dat, jij neuk, neuk, neuk. Is immoreel. Zo iemand is de vijand van de mensheid. Hij is ook de vijand van jou. Want hij is de vijand van het ja, ongeboren kind. Ja. Maar bovenal uh, de vijand van de producten van de wil. De vijand van de wil. Terwijl de wil. Ik vermijd nu het woord God. Hè? Ik hou het puur op zijn Chopiriaans. Nou, ik word er helemaal stil van. Hè? Maar je bent nogal dom als je. de vijand van de wil. Als je er echt voor kiest om de producten van de wereld te vernietigen, dan ben je uitermate stom bezig. En ik zal niet zeggen dat je van een hoge toren afgeworpen moet worden of zo. Maar als ik hoor dat je een of andere terminale ziekte hebt opgelopen, dan... Ja, dan ga ik niet met een, met een glimlach denken: boontje komt om zijn loontje, want ik vind het hartstikke zielig voor je. Maar ik snap wel het verband. Er zijn dingen en die hoor je niet te zeggen. Er zijn dingen die hoor je niet te doen. Een abortus is iets dat hoor je niet te doen. Vrouwen willen dan de baas zijn in hun eigen buik. Dat vind ik best. Maar neem dan die verantwoordelijkheid ook. En ben je onvoorzichtig geweest en ben je zwanger geraakt. dan heb je een wezen in je buik. En wat ga je daarmee doen? Ga je dat zelf opvoeden? Of laat je dat een ander doen? Dat is jouw keus. Daar mag je voor kiezen. Er was laatst op internet een, een pikante. Er was een vrouw die was zwanger geworden. Nee, een vrouw was verkracht. Dat zei ze. En ze wilde van die verkrachting geen aangifte doen. Vond ik, dat vind ik al raar hoor, maar dat wilde ze dan niet. En ze had een vaste vriend. En later bleek dat ze zwanger was. En dat kwam door die verkrachting, want die vriend was op dat moment van die verkrachting was die vriend in het buitenland. Dus dat kon niet van hem zijn geweest. Die zwangerschap Het was van de verkrachter. En toen wilde zij dat kind toch laten komen. En die vriend was in grote verwarring. Ja, mijn mening is dat ook al ben je verkracht, dat je dat, je dat niet het recht geeft. Om dat wezen in de kiem te smoren. Dat is bad karma, man. En het ligt er maar aan hoe gevoelig je bent. Ik ben een, ik, ben een, ik denk, extreem gevoelig iemand. Neem ze iets als een mug. Ja, als ze het echt te bond maken, dan. Ja, ja wat ik dan doe is heel gemeen. Ik, ik zet een paar vaccinelichtjes neer. <laughs> Want die beestjes die reageren op koolstofdioxide. Want dan gaan ze ervan uit dat daar. Uh... Ja, er zit dus een soort wezen en die produceert koolstofdioxide. Dus dat zal wel wat te prikken zijn. Nou, ja, dan doe ik dus een vaccinelichtje aan en die produceert ook koolstofdioxide. <laughs> Come to my island and we will free. You. En dan Pst. zijn ze weg. Ja, dat is gemeen, maar dat doe ik alleen als die muggen me erg ongelooflijk zitten te treiteren. Want ik heb ook mijn nachtrust nodig. Maar ja. voor de rest, ik heb hier oude muggen in huis gehad. Dus ik, ja. ja gewoon zo'n muggen die is er dagen zat. is je nog een beetje uit te puffen. <laughs> ja die laat ik gewoon leven. en vliegen die dan hier naar binnen vliegen. oh die vang ik als ik ze in de gaten heb dan worden ze door mij gevangen. met een glas water, uh, een waterglas <laughs> niet met water maar een waterglas, of een wijnglas, zo'n italiaans wijnglasje zonder voetje. Klak eroverheen. Koffievelsje eronderdoor. Of een ander blaadje papier. Ja. Spinnen in een dito. Die vang ik. En die laat ik weer los. Lekker buiten. Ja. En ik vind dat het zo hoort, ja. honden die. Ja. Daar heb ik contact mee. Ik, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Want ik doe niks met die beesten. Maar er zijn van die mensen. die nemen dan een hond mee naar de kroeg. En in die dagen. dat ik dan ook nog in de kroeg kwam. En dan komen die honden naar mij toe. Hè. Er zitten tien, twintig, dertig mensen in de kroeg. Maar ze komen naar mij toe. Ze gaan zelfs aan mijn voeten liggen. Zat ik hier wel café de wacht? Zat ik gewoon op het terrasje daarvoor. Op zo'n bankje. En naast mij zat een vrouw en die had een hondje meegenomen. En de hondje die ging op zijn achterpootje staan. En die ging mijn oor likken. Ja. Maar ik trok me er niks van aan. Dat was een klein hondje. En die vrouw zo helemaal verbaasd. Oh. Hij ziet jou als de hoofdhond. Kennelijk is dat. Ja, dat wist ik niet. Hey, maar dat is de, ja, de, de alfa dork of zo, de hoofd van de roedel. Ja. Diens oren worden gelikt door de onderdanen. Dat is een teken van onderdanigheid. Dat zei die vrouw, want die vrouw is niet dom. Die weet heel veel van Carl Gustav Jung. Half academische opleiding man. Dat zou ermee te maken kunnen hebben hoor. Dat ik dus voel, dat een, een ander dier. Dat is voor mij niet echt een ander dier. Dat is een, een product van God. En dieren die, ja, honden dan in dit geval, die pikken dat op. Kleine hondjes, grote hondjes. En terug naar die feministen die dan zo heel gelooflijk lelijk doet en lelijk taal gebruiken. Ja, waar, waar bemoeit ze zich mee? Het zijn vreedzame mensen die het verschrikkelijk vinden dat er ongeboren kinderen ja, vermoord worden. Want dat is het. Het is moord. Ja, bij Planned Parenthood, dat is die organisatie in Amerika. Die hebben 22 miljoen ongeboren kinderen gechopt. 22 miljoen en counting. En counting. Iedere dag gaan er, ik weet niet hoeveel. Daar hebben ze een, een, een proef gedaan. Met een abortus waarbij ze met ultrasound. Wat je normaal gesproken ook gebruikt als je zwanger bent. En dan gaan ze kijken of het een jongetje of een meisje is. Dat is zo'n een, een nar. Toen de moeder van mijn kind zwanger was, is dat ook twee keer gebeurd. En dan krijg je zo'n zo printje je mee. Zo'n zo vlek van het monster van Loch Ness. <laughs> ja, ik vind het verder niet uh, interessant of zo. Maar... Als je goed weet waar je naar kijkt, dan kan je precies zien wat je doet terwijl je aborteert. Hè. Dat was de idee: van als we nou eens even een sonar erop zetten met ultrasound, dan kan de abortionist, zo heet zo iemand, je kan goed zien waar hij dan met zijn stofzuiger. Ze hebben een soort stofzuigertje. Van glas en allemaal heel steriel en alles. Maar het is niets minder dan een stofzuiger. Het is een vacuümpomp. En dan zuigen ze die baby. Uh, dat ongeboren kindje, dat zuigen ze stukje voor stukje weg. Ja, en toen konden ze zien op de sonar-dinges, ultrasoundmonitor, dat die vrucht, het ongeboren kind, dat probeert weg te vluchten. Dat heeft au. Dat was zo schokkerend voor de abortionist en de assistent. En die assistent die heette Abby, Abby Johnson, volgens mij. Die waren er zwaar van ondersteboven. En Abby Johnson die kon daarna niet meer werken bij Planned Parenthood. Toen ze dat een keer had gezien op de monitor. Die ongeboren kinderen die, die hebben dus daadwerkelijk pijn, man. Ja, dat doe je toch een ander niet aan. Hè. En toen heeft Planned Parenthood in al haar wijsheid besloten om. Dat die, 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 die handelwijze niet te veralgemeniseren. Dus de abortionisten moesten voortaan maar weer net als vroeger. Uh, ja. ja, dan kan je dus helemaal niks zien. Hè? Ze stoppen dus die vacuumpompdinges mond in, in de vagina. Help naar de baarmoeder. En dan moet je daar een beetje gaan lopen trekken. En dan maar uh, ja, op je gevoel moet je het maar een beetje doen, hè. En je hebt dus niet die visuele controle van waar je mee bezig bent. En ik, ik vertel je, dat, dat zei die Abby Johnson, Abby Johnson ook. Dat, nou, het is voorgekomen dat dus de vacuümzuigpomptinges uh, die zat niet te lurken aan... Uh, de buik van die baby die eruit moest, nee, die zat te lurken aan de rand van de aan de wand van de baarmoeder. Nou, ja, dan zat er een gat in de baarmoeder, ja, ha, 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 En dan kreeg zo'n vrouw kreeg wondontsteking in de baarmoeder, ja. Dat werd uh, de hysterectomie. Hé? Een hysterectomie, als je dat niet weet, dat betekent dat het hele handeltje eruit gaat. Baarmoeder, eierstokken, hele, helemaal. Je hele hormoonstelsel is voor de rest van je leven naar de radsmorei, want de abortionist kon niet zien wat idee. Dus het was een reuze goed idee. Het was levensreddend voor de moeder, maar zo confronterend voor de abortionist en zijn assistent. Dat plant Parenthood zei, nou deze banaan gaat niet gaan. Laten we dit maar niet doen, want straks hebben wij te weinig abortionisten. CQ-assistenten. Want alleen een regelrechte psychopaat is dan nog in staat. Door het verrichten van de abortusdaad. Zo, wat ken ik wel lekker rijmen vandaag zeg. Komt allemaal door die feministen. Ze trapte ook nog al die borden omver. Ik kon alleen maar brullen van, dit is fout, dit is slecht. Dat ja, was triggering. Even. Ik uh, moet gaan afronden, met mijn thee is op. Ja, bijna. Ik heb nog wel even. Kijken hoor, triggering. Is dat aanstootgevend of zo? Dutch? Naar zich. het Dutch is het ook de triggering. Nou dat is helemaal geen Dutch. Goed weer. Een allergie, een allergy can be triggered by stress or overwork. Nou, die foto's waar ik, ik denk dat ze bedoelde aanstootgevend. Die feministen dus, hè? Nee, je mag natuurlijk wel uh, een wezen in je buik vermoorden. Dat is helemaal niet erg. Als je het maar niet ziet op de camera, op de beeldmonitor dinges. Want dan raak je een beetje overstuur misschien. Hè? Maar als je het gewoon niet. Uh, gewoon doen alsof het een pauze is. Maar het is geen snap je. Het is dus een, dus een kind, het enige is: het kind is nog niet geboren. Het is een hartstikke klein. Door mijn tweede kind dat, dat had al een bloedsomloop en een hartslag, en de hersenen deden het al. En het zat bij wijze van spreken al met de duim in zijn mond. En toen is het vermoord in Den Haag. Dat is iets dat zal ik nooit van mijn leven meer kunnen vergeten. Vandaar deze stilte ook. En dan kan je zeggen van ja, maar die moeder die zag dan kennelijk die opvoeding van dat kind niet zitten. Ja. Maar dat betekent niet dat ze het recht had om dat kind te laten vermoorden. Natuurlijk hoeft ze haar leven niet op te offeren voor een ander persoon als ze dat niet wil. Ja. Dan had zij, uh, had ik wil dat, daar had ik wel voor het kind gezorgd. Was ik op zoek gegaan naar een min, zo heet dat hè? In die dagen had ik, heel, had ik echt nog wat geld hoor. En heb je dan zo'n kind onder je hoede, nou dan ben je extra gemotiveerd om keihard te gaan werken. Als man. Ja. Als vrouw natuurlijk ook, maar dan op een andere manier. Maar als man voel je dan verantwoordelijk, want je hebt een kind. En nou, als die moeder dan dat niet aan kan, ja, dan, dan moet daar voor die moeder een, 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 een plan B komen. En dan zorg ik wel voor dat kind. Met een min, een min, zo heet dat. Hè? Zo noem het maar een, uh, ja, een tweede planmoeder. Jij hebt toch een moeder nodig. Voor de zorg. Maar daar had ik die Turkse werkster voor kunnen vragen: Nooran. Maar nou, die had het met liefde gedaan. Die kon het dan niet uh, de borstvoeding geven, want dat is bij een min dan meestal zo. Uh, vaak is dat een, een vrouw, en die heeft al een kind. Precies, uh, de, en die, die geeft als borstvoeding dan ook. Uh. Dat is officieel dan de min. Maar dat moet ook meer gebeuren. U had gekund. Heel droevig, het, het blijft moord. En ik zal het nooit vergeten. En dat is een verschil in moraal, maar er is dus geen verschil in moraal. Want mijn verdriet over die moord, dat is reëel. En dan kan je zeggen: Ja, maar je hebt dat kind nog helemaal niet gezien. En je weet helemaal niet. Misschien vond je het wel helemaal geen lief kind. Dan zeg ik: Nou, ieder kind vind ik lief. Dus ook dat kind. Ik ken helemaal geen stoute kinderen. Ik ken kinderen die, waarvan volwassenen zeggen: Nou, maar die is een moeilijk, ouwe, moeilijk kind, ouwe, dat moeilijk kind. <laughs> dat was een jongen, Benjamin, heette die. Zijn moeder was natuurlijk alleenstaand. Dat was ook zo'n feministe. Waarschijnlijk die vader de deur uit getrapt of... ze had zich zwanger laten maken door een, een vent waarvan ze wist... Van, ja, die gaat toch niet voor de verantwoordelijkheid opdraaien. Maar dat is maar goed ook, want ik wil dat kind in mijn eentje gaan managen. En die jongen was dan moeilijk op school. En het, oh, het was een lastig jongetje. oh, oh, oh. Benjamin had dat altijd gedaan. Nou, die jongen heeft een middag bij ons gespeeld. Dus We hebben nog nooit zo'n zoet jongetje ge, gehad, Zijn moeder helemaal verbaasd. Ja. Ze heeft helemaal niks aan Gewoon lief kind. Alle kinderen zijn lief. Alle kinderen zijn wezentjes van God. En dan heb je natuurlijk wel van die mensen die zeggen: Ja, je hebt van die psychopathische kinderen. en die uh, hebben geen uh, epiviezen of zo. Ja. Maar dan heb je het over. Ja, de hele bijzondere gevallen hoor. De meeste onhandelbare kinderen die ongelooflijk ongevoelig doen en uh, dieren pesten. En, 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 ja, daar zit een geschiedenis achter met kindermishandeling. Ja. Maar die zijn niet zo ter wereld gekomen bij hem af. Dus. Ik had van dat kind heel veel gehouden. Dat weet ik zeker. De kans dat ik daar niet van had gehouden, die is nul komma broekzak, Kom, ik ga lekker een potje thee erbij maken. Ja, het is die feministe die over abortus begint, en dan gelukkig, uh, PrisonPlanet.com heeft de moeite genomen om dit eventjes op de website te zetten. Zodat ik het kan lezen en weer herinnerd wordt aan mijn uh, abortus anekdote. Waar ik nooit overheen ga komen. Het, 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 ja. Op mijn lichaam zitten een aantal littekens. Van akkefietjes. Hm. Ackefietjes waar ik niks aan kon doen. Uh. Ackefietjes die, ja, als ik een beetje beter opgelet had, was er niks gebeurd. En akkefietjes die ik zelf heb veroorzaakt. Zo. Automutilatie heb ik ook gedaan. Niet veel. Gelukkig maar. Hm. Maar die littekens gaan nooit meer weg. Natuurlijk niet. En zo gaat ook die herinnering aan die abortus die ik dan heb meegemaakt, zeg maar, die gaat nooit meer weg. Hij hey Ruizen, bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburg, zijn zaak ik tjus en dag lieverds.